Welkom bij Alaaf in 111 seconden, met straks de prins van de dag en de dagelijkse carnavalsfact. Maar we beginnen in de stadsboerderij van Groenlo. Daar is momenteel een expositie te zien over de Grolse carnaval. Dit is Groenlo Carnaval, de Kronikersvereniging. En die bestaat nu 51 jaar. En dit is van het jaar voor de eerste keer dat we hier een tentoonstelling hebben. Dit is van de heer Peter Gunnewijk en André Koppelman. Die hebben samen deze tentoonstelling gemaakt. En hij blijft staan tot als woensdag. En dan komt er weer een andere tentoonstelling in. Maar dit is de gelegenheid van de carnaval. En het is in Groenlo eigenlijk de bedoeling dat er een keer een carnavalsmuseum gemaakt zal worden. In Groenlo is er heel veel belangstelling voor deze tentoonstelling. En allemaal in de stadsboerderij? En allemaal in de stadsboerderij. De stadsboerderij is van jaar voor opnieuw geopend. En we hebben iedere keer nu verschillende tentoonstellingen. En we hopen hiermee ook eigenlijk een hele grote groep te bereiken. Omdat carnaval toch in Groenlo echt wel een begrip is. Het leeft in Groenlo en er mag rustig aandacht aan geschonken worden aan de carnaval. Dus met een voorloper naar het officieel carnaval vinden wij het hartstikke mooi om toch een tentoonstelling te hebben over de carnaval.